Aan de Bolletriestraat troffen wij een 46-jarige man aan, van wie beide benen zijn geamputeerd. En ook nog aan epilepsie leidt. Zijn moeder van 70 jaar heeft de zorg van hem. En hun enige inkomen is die maandelijkse algemene ouderdagsvoorziening van de moeder. Wij troffen een slechte woonsituatie aan met mensonterende en ellendige omstandigheden. Hiervan krijgt u het volgende in beeld. Aan de Bolletriestraat, de Koeliwee, bekommert een 70-jarige moeder, mevrouw Louise Durga, zich over haar 46-jarige zoon, waarvan beide benen zijn geamputeerd. De woonomstandigheden zijn erbarmelijk. Zeker niet voor een man die invalide is. De moeder die het slechts moet doen met haar AOV, naderde 1 voor 12 om hulp. Haar zoon Remy is op de koop toe epilepsiepatiënt. Familie Durga ontving van 1 voor 12 een goed gevuld pakket. Ik woon in dit huis. Dat is vanaf 1999 woon ik dit huis. Voor Remy vaders overleden, we waren voorheen. Weet je, daar is boedel. Ik kom hier. Ik woon hier vanaf 1999 en nu is 2018. Hoe oud bent u? 70 jaar. 70 jaar. En wat voor financiële inkomsten hebt u? Waar leeft u van? Wel, AOV, dat alleen. Ik krijg sociale zakbijstand 325. Ja, dat is voor uw zoon, hè? Dat alleen heb ik. Soms hij krijgt geen medicijn. Ik moet gaan kopen, begrijp je? Wat voor medicijnen gebruikt Remy? Epilepsieziekte. Dat is alleen. Geen probleem. Daarom ik kan niet hem naar revalidatiecentrum. Als ik breng daar, ik moet 90 SRD betalen. Ik kan niet elke maand gaan. Ik ga niet meer daar. Ik stimuleer het thuis zelf, begrijp je? Als, hij kan niet zeggen, hij zegt als een asbak. Ik begin te stimuleren, zeg asbak. Of hij kan niet zijn neef zijn naam, Rudy. Vroeger hij kon niet zeggen, ik stimuleer thuis. R, zeg Rudy. Zo komt het woord nu. Eerste been is, rechterbeen is amputeerd 2007. En die andere is 2014. Okay. Maar waarom is hij geamputeerd aan zijn benen? Wel, wat ik heb via dokter gehoord, zijn bacteriën. Okay. Ja. Okay. Is het gevaarlijk? Ziekte, bacteriën is een gevaarlijke ziekte. Remy, wat zou je graag willen dat Stichting 1 voor 12 voor jou kan doen? Mevrouw, ik heb een probleem van mijn dak. Ik ben op het van dak van zo. Op het van toilet. Even dan je ziet. Oké, maar zei ik dat dit raam naar mijn bed doen. Ja. Ja. Nou. Voor dat ben ik tegen mevrouw. Want als een heavy jeans zo. Want tell me my way. Dan me one day nou zo. Oké, dan heeft me je me de de. Want aan de je me. Maar solliciteer ik wel roko. Dan me one day, dan solliciteer ik me. Tek me ambran aan me. Oro dat suma kon ja. Maar voor de rest. Abedi pay sribi. Suma is sribi ja zo in de camera. Me one in de camera. Dit is naar jouw camera. Ja, me ma de na camera drapen. Ja, wel. En je man loopt je, want hij zorgt je? Ja, jawel. Want dan. Mijn man zelfs zegt niet, maar meteen mijn man, jong, wees van mijn vrouw. Maar mijn babel, wees van, wees mijn ego, kijk je zeker maar. Wees van, ga dat de, want in een zapzaal aan, je zal teki. Want je brengt dat, niks nopsa, maar je ziet dat gewoon zijn nopsa. En werkelijk zijn nopsa. Jawel. Vandaag hebt u een pakket gekregen, dat is al een begin van Stichting 1 voor 12, zoals ik beloofd had. En wij vragen dan ook de kijkers om te kijken wat ze voor dit gezin kunnen doen. Een moeder van 70 jaar die de zorg draagt voor haar zoon, die in principe heel wat wil doen, maar vanwege dat hij 2 geamputeerde benen heeft, zoals u straks kunt zien. Is er geen mogelijkheid dat Remy nog iets kan doen om de moeder te helpen. Ze wonen in een
heel klein huisje van hout. Heeft weinig. Mist een badkamer en een toilet. En het dak, want alles is lek als ik zo naar boven kijk. En het is gewoon, het heeft niet eens een plafonnetje. Laten wij van Stichting 1 voor 12, ons vrienden van Stichting 1 voor 12, de familie van Stichting 1 voor 12, een kleine bijdrage leveren. En kijken als er iemand is die dit gezin zou kunnen helpen. Ik raak een beetje geëmotioneerd, omdat ik zie dat het nodig is. Het is wel een boedel, maar deze mensen wonen al jaren hier en ze leven goed met de rest van de familie. Dus waarom zouden wij niet kunnen helpen om een dakje te plaatsen en een plafond en bad en toilet? Mag ik u alles hartelijk danken en wij zien uw donatie gaarne tegemoet. Hartelijke dank, mevrouw. Ik heb niet veel te zeggen, ik heb niet veel te vragen. Alleen zinkdak en toilet en badkamer, dat alleen ik heb nodig. Vandaag ben ik, morgen ben ik niet. Ja.